het is heerlijk, jongens. Vrijdag 16 april. Ik ga lekker mijn koffie buiten drinken. En kijk nou. Hoe schattig. Daar ligt hij gewoon. Oh, ik zit met mijn hoofd in beeld. Zie je dat? Wat een lieverd, hè? Ik ga bloemetjes doen. Allemaal wilde bloemetjes. Die wil ik allemaal bij ons in de tuin, daar zo langs het water. Rats, een hele rits. Dus ik ga eens even kijken. Kleikorrels. Nou ja, we gaan meemaken. Hallo. Het is zondagavond en ik heb opeens inspiratie, dus ik denk hoppatee de studio in voor de gedichtenbundel die Marga schrijft en ik illustreer, had ik opeens het geniale idee om een van de gedichten te schrijven. En dan ga ik nou nog even iets omheen werken, dus dat laat ik je ook even zien. Maar dat is dus ook als je ondernemer bent, zeg maar. Als je inspireert, ik zie opeens je hele moeie ogen. Vroeg opgestaan vandaag, laat ze daar maar op houden. Als je ondernemer bent, een creatieve ondernemer of wat voor een ondernemer dan ook, dat ben je 24/7. Dan weet je het alvast even. Dat is niet, je begint om 8:30 en om 5:00 doe je de deur weer dicht. Nee, dat is work, work, work. Althans, zo doe ik dat. Er zijn vast andere ondernemers die zeggen, met een cocktail op het strand, 2 uur per dag doe ik mijn werk. Ja. Geloven we dat? Dacht het niet. Ik ga even verder. Doei!
Hey. Hi. Wat zit je nou daar? Heb je net gegeten? Yummy, yummy. Hi, Jack. Goedemorgen. Oh. Oh, no touchy. Nou, prima, jongen. Oh, je zit te loeren, hè? Oh, ben je boos? Waarom precies? Nou, jij ook al. Wat is daar? Oh. Oh, een beetje irritated ben je. Ook goed hoor. Hè? Kan niet altijd gezellig zijn. Doe Jack. Goedemorgen, maandagochtend. Je zag net hoe chagrijnig Jack was. Of niet, als ik het filmpje er niet in gemonteerd heb. Gemonteerd, geëdit, whatever. Ruben is net naar school, het is vroeg, het is 7:15. Op het fietsje naar school. Hij is extra vroeg, want ze hebben CITO-toetsen deze week. Hij zit in de tweede van het voortgezet. De rest slaapt nog. En ik ga zo lekker even mijn ontbijtje eten. Griekse yoghurt met appel en kaneel. En dan ga ik naar de zaak. En op de zaak ga ik meestal mijn social media posts alvast schrijven, bewerken, foto's editen en dergelijke. Zeker de carousel, die probeer ik elke week wel te doen. Gewoon een fototutorial op Instagram. Ik heb bestellingen die ik in moet pakken. Ik ben weer aan het adverteren en het gaat echt heel erg goed. Dus daar ben ik super, super blij mee. Want hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn laat je perfectionisme los thema, hoe beter. Als we allemaal een beetje wat meer chill zouden kunnen zijn, toch? Dus ik ga gauw verder voordat dit allemaal weer veel te lang gekletste bed wordt. Ik ga lekker even een ontbijtje eten. Doei. Kijk nou! Waar lig jij nou in? Dat is van de kerstboom. Is dat een lekkere plek? Ja. Sorry hoor. Dit vind ik even heel grappig. Dat is een lekker plekje. Nou, ga maar lekker liggen dan, hè. In de zon.
Ik ben deze enorme hortensia aan het snoeien. En nee, ik denk ik hoor wat. Hi! Kom hier kijken. Kom hier kijken, Jack. Ja, doei, denkt hij. Kijk jongens, dit moet ik allemaal doen. Ja. Hey. Ga je doen? Wat is dat? Mag ik nog wat doen, Jack, vandaag? Mag dat nog van jou? Denk het niet.
Lig je lekker? Lekker, hè? Oeh, lekker hoor. Lig je lekker, Jackie? Jackie! Kom dan. Oh man. Zo lekker. Kom dan. Goedemorgen. Het is alweer woensdag. Wat is het? 21 april. En ik was bijna door mijn waterverfpapier heen. Dat is het papier waar ik mijn illustraties op maak. Is nu natuurlijk een spiegelbeeld, zeker of niet. Gedichten voor de gedichtenbundel en meisjes. Oeps. Maar natuurlijk ook de prints die ik... Even kijken. Nou ja, het origineel maak ik dan op waterverfpapier. Maar dit soort prints... Je kan het niet lezen, vraag ik me nu even af. Is het een spiegelbeeld? Ik zie het in spiegelbeeld. Anyway. Ik link misschien naar de producten in mijn shop. Want hopelijk heb ik het eindelijk eens een keer af. Ben daar weet ik al hoe lang mee bezig. Maar wat zou ik zeggen? Waterverfpapier was op. Dus dan bestel je gewoon hop 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 even snel een nieuw waterverfpapier. Maat A4. Let op mensen. Ja, papapapa. De A4, hè? De A4. Ja, dus. Oh. Dat was dus het blok wat even viel. Dat knippen we er natuurlijk even uit. Oepsetee. Ik heb gelijk mijn rim gehad voor vandaag. Maar Schuitenbuitje heeft dus een heel compact blok A6 gekocht. Kan ik ook vast hele leuke dingen mee doen. Ik zie al wel een mini-album aankomen. Maar ik had natuurlijk gewoon A4 nodig. Dus mensen, opletten als je bestelt. Gewoon opletten. Nou, wat ga ik nu doen? Ik ga als de donder proberen die prints waar ik allemaal foto's van gemaakt heb in mijn shop te zetten. Zodat jullie ze allemaal kunnen kopen. Nou, doei! Ga je doen, Jack? Springen? Ga je springen? Als ik je even wil tillen, zeker. Kom maar. Kom dan. Ja, kom maar. 1, 2. Op het daar. Ga maar lekker zitten. Wou je daar niet heen? Wel?
Ja, ja. En dat hoort er dus ook bij. De printer die opeens gekke dingen gaat doen. Die kleuren kloppen niet meer. Dit hoort het te zijn. Mijn hemel. Dus hier ben ik nu al de hele woensdag wat mee bezig. Jippie, aje. Hi. Lig je nog hier? Helemaal moe. Hoe kan dat nou? Hey Jack. Jackie. Hey. Zit je er weer? Zit je er weer te knorren? Wat het weer zit, hè? Ook goeiemorgen. Lekker dan. Hallo, hallo. Vrijdagochtend en ik ga de vlog hier afsluiten. Het was een beetje een gek weekje. In het begin ging het heel goed met adverteren, maar daarna stortte het een beetje in. Ik had bloednerveus van, denk ik, wat gebeurt er allemaal? Heb ik dingen fout ingesteld? Nou ja, goed, daar krijg ik altijd een beetje stressgevoelens van. Maar goed, ik probeer het los te laten. Lukt me niet. Maar ja, ik ben ook maar een mens, dan weet je dat ook. En verder had ik alweer opeens ontzettend gedoe met mijn printer. Die heeft ook een eigen leven. Dat heb je nu natuurlijk allemaal al gezien. Want dit komt aan het einde van de vlog. Lekker bij de hand. Nou goed, aankomende week. Dat is natuurlijk wel leuk om te stellen. Komen mijn stickers binnen. Die heb ik dit keer buiten de deur besteld. Zou maandag komen. Zag vanochtend ineens dat het donderdag wordt. Ook goed. Jack, heb jij nog wat te zeggen? Vond je het een goede studiovlog deze week? Ik zit gewoon een beetje te pitten op mijn bureau. Kijk. Ja, hè? Ja, hij is wel lief, hè? Nou jongens, tot volgende week. Doei!